En dan nu, waar kan ik je 's nachts voor wakker maken? Tijd voor een flashback. Oh nee, ja, dat is de macht der gewoonte, maar ik hoef helemaal geen te doen. Want ja, we gaan iemand wakker maken die nog helemaal, echt helemaal van niks weet. Ik heb namelijk een nieuwe presentator aangenomen. De Ruud de Wild, die gaat voor BNN werken. En ik denk, het is gelijk even verstandig om zijn werktijden duidelijk te maken. Dus dat is 4 uur, 's nachts, met dit weer. Lachen, we gaan daar naartoe. Dat bordje, hoor. Die weet dus echt van niks, hè. Hier is het. Is hij zo slim geweest om de bel eraf te halen? Heeft hij een harde bel, weet iemand dat? Gaat er wel wat? Hoort iemand een bel gaan? Nee. Ruud! Hallo? Ja, Bart hier! Oh, klootzak. Hey, Ruud. Heb ik antwoord gegeven ooit? Nee. Nee, maar kom even erbij. Dit is hem. Dit is de Ruud de Wild. Zo. Nou, stel je maar even voor aan de kijker. Stel je maar even voor aan de kijker. Heb je hobby's? Waar kom je vandaan? Wat ga je doen? Ik ben Ruud, ik ga je presenteren. Mag ik je doden met mijn, nee, nieuwe, met mijn nieuwe plant? Stel je even voor. Wil je Natasja lenen? Nee, het gaat om jou. Ik ben net wakker. En je was het toch gewend vroeger opstaan? Ja, was. Je lag nu lekker te slapen. Ja, eindelijk. Ik lig net een paar uur te pitten. Hoezo? Wat heb je gedaan dan? TV gekeken. Gaat niet goed met de Ruud de Wild. Maar ik lag echt heel diep te slapen. Ik dacht, god, tering, welkom Mongool. Ik dacht dat die homo van boven was. Ja, is dat een homo? Want Gerard Joling daar? Twee homo's. En met Gordon. Ik begin wakker te worden. Ja? En nee, die doet wel vaak gek. En toen dacht ik, mijn auto wordt weer gesleept. Ja? En toen was jij het. Stink uit mijn bek? Nee, ik, ja, nee. Ah, het staat harder binnen. Ja. Hé, hey, maar je dacht natuurlijk dat dit het was. Ja. Dit is het niet. Oh, niet. Nee. Namelijk, ja, het gaat om de werktijd. Ik denk, dan maak ik die gelijk even duidelijk, weet je wel. Wat voor tijd het gaat. Dus jij gaat nu ook iemand wakker maken. Vandaar dat ik een cameraploeg voor je heb. Deze, ja, hier. Mareet. En een A4'tje. Dus of je aan wil kleden, ik ga met je mee. En dan ga jij iemand wakker maken. Dat is, ja, leuk. Ja. Nou, denk je altijd dat dat wakker maken heel eenvoudig is. Maar het is dus niet zo. Ik zal even één ding laten zien. Kijk, het bellen, dat stelt niks voor. Dat is gewoon bellen. Dat, ja, dat maakt verder niet uit. Maar we hebben altijd een flashback. Tulut! Ja, maar dan zit je zit daar dus een beetje verkeerd. Je moet ook een beetje. Het is meer. Tulut! Dat is dus even lastig. Dus of je die nog één keer wil doen. Tulut! Niet Viola Holt. Nee. Dus of je even aan wil kleden. En oefen nog maar even. Ja, tulut! Ja.